als je een iPhone hebt, maar je weet nog niet waar je moet beginnen als het gaat om videoopnames, welk knopje moet je duwen, laat ik jou dat zo zien. Aan de hand van een klein tafereeltje, even snel gemaakt, met een model. Dit is Chef. Wat een enig vestje heb je aan, Chef. Dit is Chef. Mag even blijven staan. iPhone gaat dadelijk om een statief voor de camera. Dit is een andere camera natuurlijk. En dan laat ik je zien hoe je begint. Heel simpel. Met de iPhone op statief. Hoe je dat doet, laat ik in een andere video zien. Dan zie je die icoontjes, die apps als je hem aanzet. En dan heb je een app met camera. Die zit gewoon standaard bij je iPhone. Dan krijg je dit in beeld. En hier rechtsboven, ik hou de iPhone horizontaal, film altijd horizontaal, heb je een schuifje waar je kan kiezen tussen foto. Ik ga nu naar foto, hij stond al op film. En ik ga nu weer even terug naar video. Dan zie je een vierkantje in beeld. Zeker als ik met mijn vinger daarop klik. Hier, een vierkantje, het oplicht. En op dat gebied stelt hij scherp. In dit geval het model. Dat betekent dat hij scherp stelt, maar ook de belichting automatisch regelt. En beneden in beeld staat er dan AE, /AF-vergrendeling. Automatic Exposure, Automatic Focus, vergrendeling. Zo weet je gewoon, die plek is scherp. Als jij daar straks gaat zitten, is het gewoon scherp. Kies je bijvoorbeeld voor die boomstammen, die staan ongeveer een meter verder, halve meter verder weg, dan worden die scherp. Nu is de afstand tussen die boomstammen en het model niet zo groot, dus het verschil is minimaal. Maar zodra die afstanden groter worden, op een andere plek, andere locatie, ja, dan zou het zonde zijn als je het verkeerde hebt scherp gesteld. Dan kun je uiteraard hier gaan opnemen. Dan gaat hij lopen. 1, 2, 3. Nou, hier zit er ook weer. Stop. En de opname verschijnt met een klein icoontje hier in beeld. En dan kun je afspelen. Wat je verder nog moet doen en wat belangrijk is, zeker als je midden in een belangrijke opname zit, is je vliegtuigmodus aanzetten. Dus hier zie je nu uit. Hier zet ik hem aan. Vliegtuigmodus op aan. Dat betekent dat je niet gestoord kan worden tijdens het filmen. En dit is alles om te kunnen beginnen met filmen met je iPhone.